Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij Warker of Telwart. En voor mij is het meer dan een week geleden dat ik een video heb gemaakt. Wajo. Nee, wacht. Het kan minder zijn, ik weet niet. Het is alleszins meer dan een week geleden dat ik een video heb geüpload. Want ik heb een tijdje niet geüpload. Dat is omdat ik voor mij vakantie heb genomen. Omdat ik een vrij moeilijke periode achter de rug heb gehad. Dus heb ik gewoon even vakantie genomen. Maar nu ga ik proberen terug meer te uploaden. Ik heb ook een paar foutjes gehad met het editen. Omdat de PlayStation een beetje moeilijk was. Maar vandaag speel ik dit spel. En ik denk niet dat jullie dit weten. Dit is... kennen. Dus... dit is Brawlhalla. Dit is Brawlhalla. En ik ga free for all potjes doen. En ik heb twee personen waar ik veel mee speel die echt goed zijn. Dat zijn deze Beudvar. Hij zegt altijd Bodvar, maar eigenlijk is Beudvar, want er staan twee puntjes op de O. Maar ja, dat laten we achterwege. En Queen Nye heb ik daar juist gekocht. Niet voor echt geld natuurlijk. Hallo, ik ga geen echt geld aan een 2D game geven. Maar deze game is dus 2D. Je kunt niet van voor naar achter lopen. Je kunt alleen zijwaarts en opwaarts lopen. Allee, niet lopen, opwaarts. Maar ik ga gewoon vechten. Je zult wel zien. Kijk, het ziet er een beetje zo uit. Ziet er heel leuk uit. En de bedoeling is dus iedereen te slagen. En je hebt twee wapens per personage. En er liggen in de grond overal wapens. En als je een wapen pakt, is er een. Allee, ja, is er een 50% kans welk wapen dat je krijgt. En het wisselt de hele tijd af. Dus kijk, nu heb ik mijn zwaardje. Zo. Dan ga ik iedereen schenken. En dan kan ik dat weggooien. En dan pak ik mijn andere wapen en dat is een dikke bijl. Een berenbijl. Oh. En het moeilijkste in deze game is zien welk karakter ik ben. Ik ben dus die dat daar van boven staat. Daar die zo raar aan het springen is. Die is nu viooltje aan het spelen of zo. Het was geen viool, maar. Even in de battle moeien. Ik vind deze een beetje minder dan de andere die ik zelfs ga laten zien. Ik ga één potje met z'n allebei spelen. Ik ga twee potjes met z'n allebei spelen. Want één potje is maar 3 minuten. Plus dan nog een minuutje of zo ertussen. Dus we zullen zeggen één potje is 4 minuten. Een video van 8 minuten is een beetje kort. En ik ben net volledig genaaid. Zo. En what the fuck? Oh ja, ik had dus even niet meer door wie ik was. Dat kan gebeuren in deze game. Je hebt dus twee aanvallen. Je hebt de rondje. Dat is de heavy aanval, zeg maar. En dan heb je vierkantje. En dat is zo meer de kleine aanval. En de snelle aanval ook, die kun je heel veel achter elkaar doen, zoals ik net heb laten zien. Ik sta nu eerste. Iedereen heeft min 1. Ik heb 1, dat zie je rechtsbovenin. En daarnaast zie je ook mijn health. Als je minder health hebt, dus als het donkerder is. Dus nu is mijn health geel. Hoe minder je hebt, dus hoe donkerder het is, dat gaat nu naar rood en dan naar donkerrood. En hoe minder je hebt, hoe makkelijker je in de lucht gesmeed kan worden en zo. En ja, je kan niet sterven van een zwaard in je keel krijgen of zo. Je kan wel sterven als je van de map valt of als je heel hoog in de map gaat. Als je omhoog wordt gegooid, zoals een dia. En dan kun je dit soort aanvallen doen. Zo voor in de lucht, voor iemand heel hoog te doen, voor die dood te maken. En dus hoe minder HP iemand heeft, hoe makkelijker het is om die dood te maken, om die ergens vanaf te gooien. En ik heb dus daar even een kill gemaakt, omdat ik gewoon even een zwaardje deed. En zoals je ziet, je spant met witte HP, dus dat is alle HP. Dat is wit. En ik ben gewonnen! Wauw!
gebeurt niet heel vaak. Yay! Ik heb geen GG gezegd. Oh, tierenwaard. Wauw. Wauw. Oké. Next. Oké. Ik kan nu nog wel. Misschien moet ik ook nog. Misschien moet ik ook nog met iemand anders spelen of zo. Ik kan wel met deze. Nee, ik ga gewoon. Een paar potjes. Ik ga gewoon één potje met een deze, want die vind ik nu wel minder leuk. En dan één potje free for all met een deze. En dan kan ik ook nog iets anders doen. Je hebt nog van alle game modes, dat is wel leuk. En dit is eerder zo'n soort hex. Letterlijk dan, want kijk, dit is de rondje aanval met de speer. En ja, het is wel een leuk karaktertje. Deze map. Weer al. Je hebt vrij veel verschillende mappen eigenlijk. Dat is wel chill. Ik ben die daarboven nu. Voor de mensen die dat niet door hebben. Wapentje is van mij. What the fuck doet mijn karakter? Doe eens gewoon een keer. Dit. Ik kan ook gewoon zo. The fuck, heel hoog in de lucht kwam er ineens zo'n dingetje. Dat is als je zo een blaaspijp oppakt, zo, dan kun je zo een ding laten komen door dat door de hele map gaat. Zo chillaxed. Deze man vind ik niet leuk. Die heeft niet eens een wapen, die man. Oké, Cassidy heb ik nu even gekillt. Die had vrij weinig HP. Ik sta nu van voor en kijk, dit ding, als je, waar ik nu naast sta, als je daar oppakt, dan kan je zo'n streep laten komen dat iedereen aan de kant deugt. Kijk, hij gaat dat nu gebruiken, dan komt dat daar. Oké, GG. Oké, hij is wel goed. Oh. Blah. Neukjes. Jeukneus bedoel ik. Ik wil die Cassidy pakken. Cassidy, dat is die ene cowboy dat hier staat. Die namen die heb ik ondertussen door het spelen van buiten geleerd. Maar die Cassidy, dat zijn meestal minder goede mensen. Oké, zo. Ik heb nu 2 kills. Als je een kill krijgt, dan krijg je er 2 dingen bij. 2 puntjes bij, dat zie je ook rechts van boven. En als je doodgaat, dan krijg je 1 puntje eraf. Als je doodgaat, zonder dat iemand anders je heeft aangeraakt, zeg maar, dan krijg je -3 punten. Dus ja, ik ben nu 6 punten. Ik heb nu 6 punten, ik ben nog niet doodgegaan. Ik heb 3 kills gemaakt, ja. Zo. Vector heeft een kill. Kaka. Ja, die Vector staat nog altijd op -5. Oké. Ik weet niet hoe dat je dat voor elkaar krijgt, maar. Het zijn dus pretty harde noobs. Ik ben ook het spel maar een paar dagjes beginnen spelen, dus. Maar ik ben al best goed, vind ik persoonlijk. Ik ben niet zo goed als Rune. Rune is veel beter. Oh, ik heb mijn speertje moeten loslaten. Dit is mijn andere wapen. Dat heb ik nog niet eens laten zien. Kijk, dat is zo. Wauw, shankers. Oké, ik ga sowieso wel winnen. Oh. Oh. Yes. Oh, dat was lucky. Ik ben net niet doodgegaan. Oké, kijk. Daar ben ik. Weer eerste. 4 KO's. 0 falls. 0 accidents. En dan heb je vrijwel punten. Als je 5 accidents hebt en 2 falls, ja, dan heb je -17 punten, zoals die beutvar daar. Maar ja. Oké, fuck die. Ik ga nu eens een custom game room. En dan kan ik create room. Dan kan ik iets maken. En ik kan browse room. Ik ga nu eens even browsen. Eens kijken wat er allemaal is. Switchcraft. Strikeout, morph, timed, showdown. Ja, de stok, daar kijk ik niet naar, want daar is vrij veel. Oké, tweede tab, kung fu. Ja, ik ga gewoon kung fu doen. Oh, oké, game is net full. Oké, dan niet.
Dodge Bomb is ook wel leuk, maar ik ben eigenlijk aan het zoeken naar iets wat ik het leukste vind, dat er niet veel voorkomt precies. Snow Brawl staat daar nog. Wat? Waarom staat het er niet? Wajo. Ik hoop dat jullie dat niet hebben gehoord. Dat was even een heel harde boerachtig ding. Zo. En dit vind ik leuk. Oké, Bubble Tag. Oké, dat zijn twee andere mensen. Maar. Oké, Cass. Nee, geen Cassidy. Deze Queen Nye. Oké, CPU medium. Oh, die heeft twee bots erin gedaan, bruh. Oké. Ik samen met deze guy tegen twee bots. Ik vind die wel leuk. Ja, nu kan ik jullie alleszins. Oh, dat zijn toch nog andere mensen. Zijn er andere mensen? Ik weet niet. Ik weet niet. Laat ik maar. Ik wil gewoon even laten zien wat dit is. Je hebt niet echt een wapen nodig voor dit, al is het wel handig. Maar je moet dus het andere team allebei bubbels maken. En ze kunnen elkaar aanraken, dan worden ze ontbubbeld zoals je daar net hebt gezien. En als je alle twee de mensen bubbels hebt gemaakt, dan is je team gewonnen. Kak. Maar die man. Oh. Oké. En ja, wij gaan dit sowieso niet verliezen, want dit zijn bots. Maar ja. Kan ik jullie alleszins wel laten zien wat is. Yay. Hoe heeft hij weer een punt gemaakt? Hij zit gewoon de hele tijd te stelen. Ja, de eerste twee dingen heb ik al niks gedaan. Waarom duurt het zo lang? Ik vind het niet aangenaam. Oké, hij heeft weer een punt gemaakt. Fucking kak. Zo, dat was een mooitje. Oké. Easy claps. Ja, dit gaan we dus sowieso winnen. Ja, we hebben gewonnen. Yay. Oké, ja, dat was nu niet heel leuk. Ik ga eens kijken of dat er nog andere dingen zijn. Andere. Oké, er is er. Deze. Ik kan gewoon joinen. Nee, ik wil niet die. Ik wil deze. Cassidy. Queen Knight trouwens. Niet Cassidy. Ik hoop dat er nog iemand joint. Anders is het niet leuk. Oké, ik weet niet. Ja, yes, er is nog iemand gejoind. Oké, een Mordex en een Volkov, dat wordt pittig. Oh, hij heeft een Rayman, oké. Starten, Small Galvan Prime, waarom ook niet. Twee mensen hebben erop gevoot. Vier mensen hebben erop gevoot, wajo. Dit gaat pittig worden, maar het wordt leuker als de vorige, want ja, we hebben echte mensen tegen ons. Ja, hij is dood. Oké, dat was eerst de win voor ons. Oké. Oké, dit was niet zo slim. Oké. Poeh. Dit is echt nog wel moeilijk. Kaak, oké, dat was wel goed gedaan. Zo, even ge-easy-clipped. Oké, zo. Ik heb al drie puntjes gemaakt.
Oké. Okay. Ik heb wel de hele tijd een ballonnetje, maar een beetje. Ik weet niet wat dat was, maar. Oké. GG voor hun. Ik had de hele tijd een bubbeltje. Oh, dat was het al. Wauw. Ik wil nog wel eentje. Ik ben nog maar level 3 met deze legend. Ja, ik kan nog wel eens met Queenie. En nog eens een potje. Ah, oh, die persoon is geliefd. Ah, oh, dat is niet zo leuk, hè. Een Volkov en... Random, oké. Ja, die vind ik wel chill. We gaan gewoon winnen. 1 tegen 2, maar oké. Okay. Ja, oké, dit gaan we sowieso niet winnen, maar... Bruh. Oké, dit gaat moeilijk worden. Ja, dit gaat echt onmogelijk worden zo. Oké, dat is één. Zo, dat is twee. 2 tegen 2 staan we toch nog. Easy. 3 tegen 2, ik sta gewoon voor. Oké. GG. Dat mag ik niet laten gebeuren. Ik sta weer voor. Easy. Ik sta weer voor. Yo, ik ben gewonnen. Haha, wat een noobs. Oké, en daarbij ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb gewoon even de game een beetje laten zien. Misschien ga ik hier nog meer... meespelen. Ik wou nog eventjes zeggen, die andere game dat ik een paar weken geleden heb gespeeld, hoe heet het dan weer? Roller Champions of zo. Die ga ik niet meer spelen, want de servers zijn heel slecht en het duurt letterlijk meer dan een uur voor te kunnen spelen. Dus ja, dat ga ik niet meer spelen totdat het te goed uit is en er te goed genoeg spelers zijn voor erin te gaan. Maar bedankt voor het kijken en tot de volgende!